van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Profile hier op 7ditches.tv. Het ondernemen, dat is hem met de paplepel ingegoten en hij is een van de bekendste ondernemers uit Tilburg. Schreef vorig jaar een redelijk zwarte bladzijde volgens mij uit zijn ondernemersboek door een faillissement, maar was een dag na het faillissement alweer volop aan de slag. Mijn gast hier in Profile is Joost Eikers. Joost, harte welkom. Dat was zo, een dag na het faillissement gewoon weer boom door. Ja, 21 juli. De, 22 juli. Is het een zwarte bladzijde? Ja, het is na 14 jaar bouwen is toch wel een hele rigoureuze stap die je gaat maken. Ja. Om met 7 ordners onder je arm richting de rechtbank in Breda te rijden. En het faillissement aan te vragen voor 7 vennootschappen. Dus dat heb je echt letterlijk zo in je auto over 7 ordners. Dat beeld zal mij ook altijd blijven. Wat dacht je toen? Beschrijf eens je gevoel toen je in die auto zat en je reed naar die rechtbank. Ik dacht, mijn god, hoe is het mogelijk? Ik had surseance aangevraagd voor een aantal vennootschappen. Niet alle, want ik had 13 bedrijven. Ja. Waarvan er 7 uiteindelijk gefoailleerd zijn. Ja. En dat gevoel van, ik ga iets wegbrengen. Ja. En, krijgt er relatief natuurlijk weinig voor terug als je naar de rechtbank gaat. Ja. Dus dat was. Maar is het ook zo'n begrafenisgevoel, zeg maar? Nee. Zo van je brengt iets weg, dat je iets wegdraagt wat afsterft of iets? Nee, zo rigoureus, zo erg is het. Want vertel, schets het bedrijf, want Cardan Groep, dat klinkt ook als veel in mijn ogen, 13 vennootschappen. Ja. Wat deed het, laten we even, zeg maar, de periode voor en na doen, we hebben zo meteen over de periode nu, maar zeg maar tot het faillissement, wat deed je allemaal? Nou, wij deden alles op het gebied van arbeidsmobiliteit. Ja. Dat wil zeggen dat wij heel veel voor UWV's en gemeentes werken, maar ook voor private partijen. Het beste te omschrijven is mensen in beweging brengen. Mensen die of op een andere plek ingezet moeten gaan worden, of mensen die vastlopen in hun eigen carrière. Maar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Ook, maar niet alleen. HBO'ers, academen. We hebben een groot project in het zuiden van het land gestart met internationale studenten, die wij al als een soort trainee oppakken en uiteindelijk ook doorplaatsen. Ja. Richting de arbeidsmarkt, dat is de diversiteit. Ik zeg het altijd in één woord, van LBO zwakstroom met 3 tango lessen tot aan een zware academ die met 12 jaar ervaring een andere stap in zijn carrière. Als maar in carrière. Beweging, als die arbeidsmarkt. Iedereen moet in beweging blijven. En want werk is zo belangrijk? Werk geeft je in ieder geval wel de nodige voldoening en geeft ook wel een stukje erkenning. En volgens mij draagt het bij tot het welzijn van mensen, dat denk ik wel. Ja. En wat is de definitie van werk voor jou? Lekker bezig zijn. En moet dat ook met een salaris zijn of hoeft dat niet? Er zijn heel veel mensen die zonder een vergoeding best lekker bezig kunnen zijn. En ik vind wel dat mensen intrinsiek gemotiveerd moeten worden om dingen te doen. Hmm. Voor elkaar, voor je collega's, maar ook voor het thuisfront. Dat is een bredere definitie dan alleen maar het hebben van een baantje dus. Ja, dat denk ik wel. Want jij hebt een sociale, vroeger heette het sociale academisch, heb jij dat ook nog gedaan. Dus, maar ben jij een idealist of ben jij, zeg maar, wat is het sociale aspect? Nee, ik ben geen idealist, maar ik ben wel sociaal bewogen. Laten we het daarop. Ik vind nog steeds dat er heel veel mensen in deze maatschappij lopen die gewoon ondergewaardeerd zijn voor hetgeen wat ze kunnen. Dus ik heb daar ook wel, ik voel daar wel die intrinsieke motivatie bij mezelf om daar iets mee te doen. Waar komt dat vandaan? Dat heeft misschien te maken met die achtergrond, die sociale academie. Ik heb vroeger voor justitie gewerkt. En ik heb altijd de mening, ben ik toebedeeld geweest, dat het niet waar kan zijn dat je niet uitgedaagd wordt in dit leven om iets ervan te maken. Hmm. Even, je moet jezelf, ik vind dat ik mezelf iedere dag aan moet pakken. En wat doe je met al die mensen die je dan tegenkomt die dat niet hebben? Want die zijn er wel, toch? Ja, dat is een uitdaging. Dat is heel vervelend voor hen. En voor mij wel een uitdaging. Want ik heb, en dan praat ik toch weer terug in het verleden, hadden wij een fabriek. Daar hebben wij mensen begeleid. En van de 300 man die daar dagelijks rondliepen, waren er 295 die eigenlijk niet zo heel veel zin hadden om te komen. Nee. Nou, dat is een uitdaging. Ja, daar krijg ik heel goede zin van om daar. Om die gasten. Zeg, ja. En wij kregen daar toch 60-70% kregen we aan het werk. Hmm. Uiteindelijk. Om toch aan wat jij terecht vraagt. Van god, hoe krijg je mensen in beweging? Ja, door ze denk ik ergens te raken.
waar ze toch in beweging kunnen waardoor komen. Waardoor het vlammetje aangaat, zeg maar. Precies, ja. Ja. Hey, en wat ging hoe groot was Cardan-groep toen, zeg maar, die 7 vennootschappen vierde? In de zin van omzet, mensen, hoe groot was Cardan-groep? We hebben ongeveer 80 man hadden wij. Omzet was al de laatste jaar terug. Ik heb een groot payrollbedrijf, een Amsterdamse payrollbedrijf, in 3 jaar geleden verkocht. Daar, daar werkten nog iets meer mensen. Dus daar ben ik ook weer mee doorgegaan in dat payroll-landschap. Ja. En we hadden 80 mensen ongeveer. Oké. Okay. En wat ging er mis waardoor de 7 vennootschappen sneuvelden? Ik denk dat de ondernemer Joost het niet heel prettig vond om in een vroegtijdig stadium in te grijpen door mensen te ontslaan en uiteindelijk... Struisvogel, zeg maar. Te lang. Nou ja, ook heel loyaal aan de mensen. Mensen hebben heel goed en heel hard gewerkt voor onze organisatie. Ja, ja. En ik vond het een hele lastige. En ik denk van, er komt een moment dat er weer opdrachtgevers zijn die... Het komt wel goed. Het komt wel goed. En dat is, je noemt het struisvogel politiek. Nee, maar dat je de kop in het zand steekt. Dat je zachte heelmeester, zeg maar. Dat je sneller had moeten ingrijpen dus. Als je 15 jaar in een flow zit. En het gaat 15 jaar goed. En het gaat even tegen. Dan is het ook, of het zit even tegen. Dan is het ook niet zo direct van, nou, laten we de boel maar hangen. En wat viel er zo tegen? Want waar kwam de dip in de omzet dan vandaan? Nou, wij zijn bezig geweest, en zeker in het zuiden van Nederland, met aanbestedingen. Dat blijft toch het tombola van het gemeentelandschap en van het UWV-landschap. Waarin wij een gereden kans maakten dat we die opdracht zouden krijgen. En dat was een langdurige opdracht. En die is misgelopen. En daar had je al op voorgesorteerd? Daar hadden we alles op voorgesorteerd. Daar had ik mijn mensen op voorbereid. Daar heb ik op geïnvesteerd. En uiteindelijk wordt hij het niet. Weet je, en dat gebeurt in het gewone leven. Dat was de nekslag, zeg maar. Nou, dat was wel. Die deed wel heel erg zeer, ja. Hey, en waarom heb je 13 BV's nodig om dit te doen wat je nu net allemaal beschrijft? Omdat wij heel veel overnames hebben gedaan in het verleden van bedrijven die in de groep Cardan uiteindelijk een plek konden krijgen. We hadden productiemaatschappijen, we hadden uitzendbedrijven, we hadden een payrollbedrijf. Dat allemaal te maken heeft met andere juridische structuren en andere wet- en regelgeving, waardoor je dat moet beschermen binnen een BV-structuur. Okay. Nou, uiteindelijk zijn van die 13, zijn er 7 gesneuveld. Hoeveel heb je er nu weer? 4. 4. Keurig. Een stuk overzichtelijker, toch? Nou, die heb ik niet, maar die heeft mijn partner en ik samen. Want even nog, we gaan langzaam naar vandaag toe, zeg maar. Maar de hamvraag natuurlijk is lessons learned. Ik bedoel, want het is dus allemaal 3 keer K als je failliet gaat. Volgens mij lijkt me niet zo prettig als je met je ordners naar de rechtbank moet. Nee. Het is nu alweer een jaar geleden of zo. Nou, nee, minder. Ja. Hè? Ruim een half jaar. Ja, 3/4 jaar. 3/4 jaar, ja. Dus je kan wel een klein beetje terugkijken. Wat zijn de belangrijkste lessen? Sneller ingrijpen en niet te veel op het gevoel meer sturen. En zorgen dat je goede adviseurs om je heen hebt. Laat dat vooropstellen. En waar kijk je boos of waar ben je pist over nog steeds als je terugkijkt? Of is dat niks meer? Dat me de kans niet gegund is, uiteindelijk. Door? Stakeholders, door de banken even. Is het nogmaals, cliché van de banken van ze geven je paraplu, de zon schijnt en ze pakken hem af als het gaat regenen? Ja, nou ja, ik sta er wel heel nuchter in. Ik ben ook van mening dat at the end of the day is het mijn verantwoordelijkheid om bepaalde keuzes te maken. En dan kan ik heel de wereld aanspreken waarom ze het mij allemaal hebben aangedaan. Maar er is maar één verantwoordelijk geweest uiteindelijk, en dat ben ik zelf geweest. Ik heb bepaalde keuzes gemaakt. Ik heb op bepaalde momenten ingegrepen. En ja, daar kun je heel lastig over doen, maar... Slikken we door. Hier zit de verantwoordelijke. En hoe gaat het nu? Het gaat goed. We hebben de scherven redelijk op weten te ruimen. We zitten nog wel in een afrondende fase naar financiers. Maar we zitten tegen een oplossing aan, dus we kunnen weer verder. Er zitten nog wat schuldeisers. Is dat wat dat ligt bij de curator. Uiteindelijk is het niet makkelijk. Je kunt beter één goed faillissement hebben waar je in één keer op kunt lossen dan dat je 7 stukjes hebt. Maar goed, dat krijgt zijn uitkomst. En wat ben je nu concreet, je 4 BV's, wat is nu de dagelijkse, waar ben je mee bezig allemaal? Wat ben je aan het doen? Uitzendbedrijf, ja? Talentflex. Er zijn toch heel veel van al, uitzendbedrijven? Ja, maar geen uitzendbedrijven die zich focussen primair op hbo en academische studenten. En met name uit het buitenland. We kennen in de regio Zuid
nogal wat universiteiten. Waar de groei van het aantal buitenlandse studenten enorm, enorm is op dit moment. Ja. En als we kijken naar Tilburg, waar ons hoofdkantoor gevestigd is, dan hebben we het al over 3.500 internationale studenten. Degree seekers, de mensen die gewoon tijdelijk een vak komen halen. Mm. Of langdurig zich verbinden aan een stad als Tilburg. Mm. Nou, voor ons is het heel belangrijk om die mensen A, goed te huisvesten. En B, om die op een passende en een goede manier ergens een plek te geven. Op de arbeidsmarkt in dit geval. Okay. Dus een hoop kennis. En dat doe je van. Oké, okay. En wat meer? Talentflex? Pebbles. Payroll Employee Benefits. Dat is een payroll, nieuwe payroll kijk. Want er zijn er ook 100.000 van payroll bedrijven. Ja, je snapt het wel. Ja. Want, en mensen die zitten te kijken en denken, oh ja, payroll, wat is dat ook alweer? Payroll is het tijdelijk uit handen geven van het juridisch werkgeverschap. De hele salarisadministratie. Oh, het zelfs het juridisch werkgeverschap. Ja, en het kenmerk van alle payroll bedrijven is dat ze ongelooflijk saai zijn. Want je kunt, ja, de salarisstrook kun je roze, geel, groen, paars en oranje maken. Maar dat is het enige verschil. Wat erin staat, is allemaal hetzelfde. Ja, allemaal even, ja. En het is een soort salariskantoor, zo moet je het zien. En waar wij met employee benefits naartoe willen, is dat wij ook zorgen dat we als een goed juridisch werkgever ons werk kunnen doen, uiteindelijk. En dat is omdat heel veel ZZP'ers, interimmers, freelancers, uitzendkrachten, detacheringskrachten ook heel moeilijk bij banken terecht kunnen om een hypotheek te krijgen, een lening te krijgen, goede verzekeringen te krijgen die behoren bij de status van een. En die dat soort services wil jij ook vanuit Pebbles gaan? Die gaan wij vanuit Pebbles gaan we die aanbieden. Ja, dus dat is een hele nieuwe kant. Dan hebben we Technobility. Dat is een ICT-bedrijf. En dan geen standaard ICT-bedrijf met honderden consultants die iedere dag een ding doen. Wij richten ons bijna primair op het opleiden en het coachen en begeleiden van mensen met een autistische beperking. En die leiden we op als testengineer of die leiden we op als een als webdevelopers. En dat is een nieuwe markt. En wat maakt dat zo'n interessante groep mensen dan? Omdat dat een verloren groep is voor de arbeidsmarkt. Dat die kunnen tering goed testen natuurlijk. Die zijn helemaal. En ik snap ook niet waarom ik de eerste ben die dat bedenkt dat het zo makkelijk is. Het is geweldig. Dus in plaats van dat ze, zeg maar, weet ik veel, wasknijpers in elkaar lopen te fietsen, gaan ze gewoon software testen. En hoeveel van die mensen heb je al? Want is dat dan een Tilburgs initiatief ook weer? Ja, we hebben 100 mensen vorig jaar opgeleid. Maar dit valt natuurlijk heel erg schaal. Er zijn natuurlijk meer autistische mensen die in Groningen wonen en in Maastricht en in Rotterdam. Het is onvoorstelbaar. Het lijkt in één keer of het een nieuwe hype is dat iedereen wel ergens een autistisch trekje heeft. Ik denk, ik heb met mezelf ook wel eens nagedacht, maar volgens mij bezit ik er ook wel een aantal. Maar het is een groep mensen die eigenlijk van allerlei regelingen gebruik maken binnen de gemeentelijke en de regionale netwerken van het UWV. Ja. Moeilijk aan het werk komen. Waarom? Omdat het wel mensen zijn met een bepaalde handleiding. Ja. Je moet er wel even mee weten dat. Ja. Het geen standaard is die we dagelijks tegenkomen. Maar het wil niet zeggen dat ze niet inzetbaar zijn. Dus sterker nog, op bepaalde hele duidelijke specialismen zijn ze ongelooflijk goed inzetbaar. Ongelooflijk goed inzetbaar. En dat is een nieuwe markt waarin we vorig jaar eindelijk mee begonnen zijn. Dat zijn we nu helemaal aan doorontwikkelen. En willen eindelijk op 4-5 plekken in Nederland een dergelijk initiatief gaan doen. Een stukje opleiding, 3 maanden opleiding. We hebben 3 varianten daarin. Dat is de Academy. Dus daar leiden we binnen 3 maanden mensen op tot gecertificeerd testengineer. Dan hebben we de factory, dus onze eigen productiehal, locatie. Ja. Waar we tal van producties doen, landelijke producties. Ja. Voor KPN, voor Sena, voor allerlei grote, waarin heel veel geconcentreerd testwerk gedaan moet worden. En daar hebben wij, dat doen wij binnen onze factory. Er zijn 25, 30 man die gewoon de hele dagen producties zitten te draaien. Wij maken websites, app, we testen in de game-industrie. Dat soort zaken worden allemaal gedaan. En uiteindelijk, na 3 maanden opleiding, hebben ze 6 maanden een stageperiode binnen de factory. En daarna kunnen mensen naar buiten toe. En je vierde initiatief? Tenminste, je vierde BV, want we hebben nu Pebbles hebben gehad, we hebben die eerste hebben gehad, we hebben de test. Ja. En dan hebben we Cardan Mobility Service, dat is private mobiliteit. Mensen die vastlopen, outplacement, loopbaaninterventie, coaching, begeleiding op bedrijven. En wat is nou de rode draad? Mensen in beweging brengen. Toch weer? Altijd, ja.
En dat mobiliteits, daar doen we bijvoorbeeld Efteling, hebben we een grote rol. Daar zijn we ook aan het nadenken over van hoe ga je tegen het licht. Heel veel bedrijven hebben zich niet goed voorbereid op de participatiewet die eraan komt. 5% van je totale werknemersbestand moet straks bestaan uit mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ja. En dat is wel een hete kroket die door iedere organisatie gaat. Dus we hebben ook echt zoiets van... Bij de Efteling zie ik nou in één keer weer van alle handen. Ja, dat is toch een redelijk creatief domein waar je wel wat kan doen. Ja. Hey, luister eens, over Tilburg. Hè. Als ik nou... ik heb er gestudeerd, dus ik ken het een klein beetje. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld Groningen... profileert zich heel erg op healthy aging, gaming. Heel duidelijk profiel aan het bouwen. Als je kijkt naar Eindhoven heb je heel erg tech... Ja. Campus daar, heel erg een profiel. Bij Tilburg heb ik dat niet zo scherp. Nee. Hoe zie jij dat? Even vanuit, want jij hebt ook duidelijk een visie op de stad Tilburg en hoe die zich moet ontwikkelen. Zowel misschien wel bouwkundig zelfs, want je hebt er ook wat gebouwtjes neergezet. Ja. Maar ook als imago. Hoe moet zo'n stad zich profileren de komende 5 jaar, als jij het daar nou voor het zeggen had? Ik denk dat Tilburg een creatief bolwerk is. Een zeer onderschat, voor de 6e stad van het land, een onderschat bolwerk. Ja, het is absoluut onderschat. Aan creatieve bedrijven die zich daar hebben. Prachtige musea, het Textielmuseum, De Pont. Dus wereldwijd is dat een zeer gewaardeerd museum. Daar wordt te weinig mee gedaan. Tilburg ken je van de kermis. Het levenslied en nog meer. Een lelijkheid hoor je vaak, hè? Het is een lelijke stad. Ja, het is een lelijke stad. Lelijke stad. Lelijke stad. Maar even twee dingen. Zou zij een domein moeten gaan claimen of zou ze moeten gaan aanschurken tegen het Eindhoven? Zij wat meer een Brabant-propositie moeten gaan bouwen? Of hoe zou jij dat aanpakken? Nee, ik denk dat Tilburg vier groepen, de bollebozen, dus de studenten. We hebben 35.000 studenten in Tilburg lopen daar rond. Ja. Daar moet je veel meer mee doen. Dus een goede plek maken voor nationale, internationale studenten, want dat is een groeimarkt. De bedrijven, de bewoners. Tilburg heeft wel een hele typische bewonerscategorie. Ik denk dat het met name, waar als je nu in Nederland zou vragen, waar ken je van? Ja, dat is Royke Donders, is de icoon. De rolmodel Tilburger. Ja. Ja, die wonen er ook. Die wonen er ook. Ja. En ik denk dat het met name een stad is waar wel heel veel kan. De architectuur, er is wat... Ik wou zeggen, bouwkundig, wat vind je daar? Want je hebt zelf Talent Square, is ook een vastgoedproject. Hè? Want een plek waar die internationale studenten... Wonen. Een soort campus, maar dan anders, toch? Ja, moet het zien als een soort... internationale stad. Nou ja, geen campus, want het wordt niet gestudeerd. Ze wonen daar, hè? Ja, maar ze wonen 700 zelfstandige units. Ja. 24 vierkante meter, alles erop en eraan. Ja. Die worden geboekt in het buitenland. En dat is een soort community die we hebben. Er zitten wat gemeenschappelijke dingen. Nee, mensen hebben allemaal een eigen douche, toilet. Nee, maar ik bedoel, er zitten wel faciliteiten bij, toch? In de zin van eten, drinken, stomerijen, weet ik wat. Wat zit er allemaal bij? Het Zolcafé zit beneden. Dat exporteren wij. En daar zitten ook onze vriendelijke autistische vrienden. Die zitten daar te testen in de factory. Dus het is eigenlijk een soort community waar van alles gebeurt. Als je kijkt, we hebben tussen de 500 en 1500 gasten kunnen we herbergen op het plein. En hoe loopt dat Talent Square concept? Dat loopt vanaf dag 1 als een trein. Maar zou je dat ook niet moeten... Ik heb zoiets van, moet jij je wel beperken tot alleen maar Tilburg? Want je loopt hier ook veel in Amsterdam rond, volgens mij. Klopt. Want allemaal dit soort initiatieven, die kunnen net zo goed landelijk uitrollen, toch? Dat kan ook, ja. En ze verstaan je best wel hier? Jawel, ze hoeven het ook allemaal niet te ondertitelen. Nee, dat kan best. Dat zou wel kunnen, hè? Ja, nee, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Nee. Ik heb lang in Amsterdam ook gewerkt. Ja. Onze scope is wel even Amsterdam, Arnhem en daar beneden. Dat is in ieder geval voor de komende jaren wel onze scope. Ik denk als je met het project wat ik je net noemde, de Technobility, dat heeft landelijke aandacht. Mm. En dat moet een bepaalde groei, zelfstandige groei doormaken. Dan heb je natuurlijk wel te maken met dan heb je wel weer te maken met een gefailleerd bedrijf. Ja. Waardoor er echt niet veel ruimte is vanuit de gevestigde orde om financiering aan te vragen. Ja, ben je beschadigd wat dat betreft? Nou, ik denk dat men wel wat sceptischer is. Ja. Stom toch eigenlijk? Ja, ja. Elk beetje. Ja, in Amerika tel je pas mee als je 2 of 3 keer 4 bent tegengegaan. Maar dat zou ik hier in dit geval niet iedereen willen adviseren om dat maar eens te proberen. Maar, het is geen pretje. Nee, het is geen pretje. En het raakt je zelf, maar het raakt ook je gezin. Het raakt gewoon alles. Maar prima, dan moet je jezelf maar weer aanpakken, zoals ik het straks zeg. Ja.
En ik denk dat het is wel een stukje lastiger. Ja. Waar ik ongelooflijk van heb staan te kijken is de bereidwillendheid van collega-ondernemers, grote ondernemers uit de regio, die hun handen uit de mouwen hebben gestoken en je dan toch helpen. Ja, 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 ja. Ik denk dat dat ook een tweede stroming is van alternatieve financieringen. Dat er toch heel veel bedrijven zijn van, god, ik investeer daar toch in. Als grote groep investeerders samen heb je eigenlijk een hele hoop klassieke instanties bijna niet meer nodig, misschien wel. Daar zou het best wel eens naartoe kunnen gaan. Ja. Het was steeds lastig natuurlijk. Het zijn prachtige reclames allemaal. Van banken. Je kunt ongelimiteerd lenen bij ons. Ja, no way. Dat is gewoon niet meer waar. Je zei bijna wat anders. Luister, tot slot. Je hebt het vak geleerd van je ouders. Tenminste, je bent boven hun winkel zo'n beetje opgeroeid volgens mij. Ja. Iedereen die in Tilburg woont, die kent de Eikers, zeg maar. Ja. Tot slot, wat nou, als je nou zo s'avonds aan je glas wijn zit en je denkt zo naar je ouders, wat is dan de belangrijkste les die jij van hun hebt geleerd? Mijn vader die is 88 en die zegt altijd, komt ook uit Tilburg, je moet zuinig zijn. En je moet netjes oppassen en je moet geen gekke dingen doen. Dat zijn eigenlijk de drie G's die me altijd wel bij zijn gebleven. Dat is dat is niet wetenschappelijk gevalideerd, maar wel uit het hart van een. En is die de schrik te boven van het faillissement? Ik kan me voorstellen dat hij dat op zijn leeftijd ook dat wel. Ja, dat is heel heftig. Ja. Ik heb natuurlijk regelmatig staan wij in de publiciteit. Ja. En mijn vader is natuurlijk, en mijn moeder leeft ook nog, die is 90. Ja. En die zijn al twee heel trots. Maar als er dan groot op de voorpagina staat dat hun zoon is gefailleerd. Dat is natuurlijk geen pretje. Mm. Maar dan zijn ze inmiddels, ze weten in ieder geval dat vanaf 22 juli vorig jaar ik weer gewoon vol aan de bak ben. En de belangrijkste les van je moeder? Ja, voor zover ze het allemaal weken, je moet netjes oppassen, zegt ze dan. Netjes oppassen. Ook allemaal met een G, hè. Tilburg begint dan met een G. Zo begint het alfabet uiteindelijk. Gezette bedankt voor dit interview, Joost. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. En succes met alle zaken die je doet. Graag gedaan, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering hier op 7digits.tv. Wil je meer kijken? 7digits.tv. Download onze app ook. Als je wil kun je kijken waar en wanneer je maar wil. Dankjewel, hoi.